hier aan de hand is namelijk een complete renovatie en werkzaamheden in het kader van groot onderhoud van de flats in deze woningen. Dat zijn 188 flats zijn dat en hier wonen voornamelijk bejaarden, allochtonen, verstandelijk gehandicapten die begeleid wonen nodig hebben enzovoorts. Als alles klaar is, is iedereen heel tevreden. Maar voordat het klaar is, dan moet je heel wat doorstaan. Je kunt blijven wonen in de woning, zegt de woningbouwvereniging. Maar dat is eigenlijk nog minder als veredeld kamperen. En dat dan harsje winter? Ja, wat? Ja, dan is het geen pretje. In de woonkamer slaap ik. U kunt even kijken, want er is ergens nergens anders meer een ruimte. En het toilet is op 11. Op de 11e etage? Ja, op de 11e etage. Daar moeten we ook douchen, 's morgens. Ja. Maar u bent niet de enige? Nee, er zijn meerdere mensen die ook moeten douchen. Dus je moet even je tijd even plannen hoe laat je dus dan naar 11 gaat om te douchen. Maar het meest erge, en dat is het levensbedreigende voor mij. Hè. Ik ben dus chronisch ziek, ik heb longkanker. Nou, dat is gelukkig onder redelijke controle. Ik mis wel één long. En dan zou ik een maand lang in deze vrieskou moeten wonen in een woning waar je amper ruimte hebt om je kont te keren. Nou, dat kan toch gewoon niet?